Weet je waarom die ketting daar hangt? Zoals die hangt? Omdat op een ochtend kwam de zon op. En toen heb ik... Daar kwam de zon op. En het was rond de langste dag. Toen kwam de zon op. En ja, toen heb ik alleen maar met houtskool deze schaduw. Maar deze schaduw nu, dat is dus van die elektriciteitskabel. Van het gereflecteerde licht van de zon op de ramen. Maar dus deze curve van die elektriciteitslijn, zo heb ik die toen getekend waar nu die ketting hangt. Slaat het ergens op? Nee. Vond ik het toen goed? Ja. Ook omdat ik heb deze elektriciteitslijn, die heb ik heel bewust zo gehangen, zodat ik hem iedere dag kan zien. Dus je krijgt een soort spiegelbeeld tussen wat hier buiten is. Ja, schaduwspel, dat is het. Het is een schaduwspel, het is een reflectie, een schaduwspel. Kijk hoe prachtig warm dat licht is. Een soort oranjeachtig, zacht oranje. En dan zie je hoe koud, grijzig koud dat wit is. En dat is dan het witste wit. Maar dat lijkt dan weer grijs in verhouding tot ja, dat warme oranje van het echte licht. Of echte licht, gereflecteerd licht, direct. Maar dat is het wit. Nou, ja, wilt u een ingewikkeld iets? Ik bedoel, dat is het witste wit wat kan. En dat wordt helemaal grijs in verhouding, in relatie tot het gereflecteerde licht, zonlicht. Het is net dat ene hoek. Kijk, je ziet het, zie je? Ja, ik zie het tenminste, ik weet niet of jij het ziet. Maar één raam, patch, die pakt de zon. Ik kreeg les van Nol Kroes in Den Haag, Vrije Academie, in 1968. En hij vraagt aan de klas om iets te tekenen of schilderen thuis. En dan moest je iets tekenen, schilderen wat je zelf het allermooiste vond. En toen had ik besloten om de elektriciteitsdraden tussen twee masten, om dat te tekenen. Dus dit is een schetsje van het oorspronkelijke schilderij. En in het echt was dat schilderij, de aarde was bruin met die knik erin en de lucht was roze. Waarom had ik dat gekozen? Omdat iedere keer in een trein zag ik in het landschap hoe die beweging van die lijnen als een soort optisch spel gebeurde, zoiets van mast naar mast. En ook de ruimte die die lijnen genereerden tegen de lucht. En zoveel jaar later lees ik in Nabokov, in het korte verhaal Eerste Liefde. En dan zit hij, dan is hij in de trein, zit hij in de trein van, hou je hart vast, zit hij in de trein van Sint-Petersburg naar Biarritz, de Noordexpress. Dus helemaal van de Baltische Zee naar bijna de grens van Spanje. Zo gingen ze op vakantie. Hij zit in een coupé met zijn moeder. Ze spelen een kaartspel, Duratschki. En dan kijkt hij uit het raam. En
terwijl zijn moeder de kaarten zit te schudden, terwijl zij langzaam de kaarten schudde. Punt. De deur van de coupé stond open en ik kon het gangraam zien, waar de telegraafdraden, 6 dunne zwarte draden, hun best deden schuin omhoog te lopen, op te stijgen naar de hemel. Ondanks de bliksemsnelle klappen die ze van de ene telegraafpaal naar de andere opliepen. Maar juist als ze alle 6 in triomfantelijke, deerniswekkende, opgetogen vlucht. Fantastisch, hè? 6 in triomfantelijke, deerniswekkende, opgetogen vlucht bijna de bovenkant van het raam bereikte, sloeg een bijzonder gemene klap hen weer omlaag. Zo laag als ze ooit waren geweest. En dan moesten ze weer helemaal opnieuw beginnen. Kijk, wat Nabokov toen in 1930 heeft geschreven, dat heb ik ook gezien. Zonder te weten dat, ja, om maar te zeggen, zonder te weten dat Nabokov dat al op had geschreven. En toen kwam ik net recent een hele mooie citaat van James Baldwin over hetzelfde fenomeen. James Baldwin vond troost bij een oude Rus. Citaat: je leest iets waarvan je dacht dat het alleen jou overkwam. En dan kom je erachter dat het 100 jaar geleden Dostojevski is overkomen. Dat is een hele grote bevrijding voor de lijdende, worstelende mens, die altijd denkt dat hij alleen is. Einde citaat. Dus, eerst kwam Nabokov en ik heb het erin geplakt hier, klein citaat van Baldwin. Maar nu ben je inderdaad een halve eeuw verder. En dan zit ik naar één kettinglijn te kijken. Schiet niet op, hè? Ik heb wel een goede titel. Want het laatste schilderij, die was ook wit en die heette Winter. Ook met die kettinglijn. En deze heet, de titel is Sneeuwblind. Maar hij is nog niet af.